is nooit de meest spannende, opwindende of scherpe sportheids geweest, de Golf GTI. En deze nieuwe generatie 7,5 is dat ook niet. Niet omdat Volkswagen die kan, nee. Ze hebben met de vorige generatie het uitzwaaimodel, de Golf Clubsport S, bewezen dat ze heel goed weten hoe je een echt sportieve hatchback maakt. Maar al sinds de eerste generatie, die al meer dan 30 jaar geleden uitkwam, is de Golf bij uitstek het ultieme compromis tussen dagelijkse bruikbaarheid enerzijds en toch een lekker sportief rijrandje aan de andere kant. Wat Volkswagen dan wel heeft gedaan, al 7 generaties lang, is bij elke vernieuwde generatie het spectrum ietsje verbreden. Een beetje comfortabeler, een beetje sportiever. Nou, bij deze 7,5 zit dat comfortabeler in een paar dingen. Standaard LED koplampen, zodat je lekker in het donker ver vooruit kunt kijken. Nieuw infotainment systeem, waarvan ik moet zeggen, oké, het is een stuk groter qua diameter, maar ze hebben uit kostenoverwegingen alle knopjes eraf gehaald. En ik vind het altijd wel fijn om tenminste 2 draaiknoppen te hebben om in te zoomen en uit te zoomen en voor het volume. Maar dat terzijde, het werkt verder prima. En aan de andere kant zijn het kleine verfijningsdingetjes. Onderstelletje, weer ietsje meer meegevend. Motor, overal vermogen. Van 0 toeren tot 7000 toeren, 1 rechte streep. Geen turbogat, geen knalhard onderstel zoals een Focus RS en Honda Civic Type R hebben. Maar als je dan toch even van die comfort mode in sport zet, schakel terug, zet de bak in de handstand. Je moet toch al een hart van ijs hebben, toch niet een heel klein beetje op de grond te raken. 245 pk in plaats van 230, standaard sperdifferentieel tussen de voorwielen. En als je er dan mee gaat gummen, dan blijkt weer dat typische Golf GTI karakter erin te zitten. Een onderstel dat vooral meegeeft, niet messcherp, niet los van achteren, maar ook geen onderstuur. Hij rijdt, om maar eens even een cliché uit de kast te trekken, als op rails. Dan voel je dat hoe dat differentieel dus dichtklapt en dan toch een klein randje stuurgevoel in het stuurwiel te ontdekken is. Terwijl hij bij normaal gebruik een beetje rubberachtig, een klein beetje afstandelijk aanvoelt. Wat natuurlijk gedaan is om te zorgen dat je niet de hele tijd met een rammelend stuurwiel in je hand zit. Gewoon puur vanuit het comfort. Ja, en als je daar ook nog niet vrolijk genoeg van wordt, ja, dan moet je gewoon uitstappen, eens even een rondje om je auto heen lopen. En wie is het nou niet met me eens in deze rode 3-deurs uitvoering met wat mooie details, gave wielen eronder. Ja, het is misschien toch wel in ieder geval de meest smaakvolle en stijlvolle van alle sporthatches. Maar goed, ik kan me best voorstellen, dit is een auto die zou je aan iemand kunnen meegeven. Die rijdt er een jaar in en die heeft een flauw idee dat hij in iets heel speciaals en iets heel sportiefs heeft rondgereden. Aan de ene kant de kracht, aan de andere kant voor een bepaald type rijder misschien ook wel een zwakte. Maar daar heeft Volkswagen een oplossing voor. De Golf R, natuurlijk. Juist, 0 tot 100, de conservatieve schatting van Volkswagen, 4,6 seconden. Hij heeft enkele opties om het leven op de linkerbaan nog ietsje te veraangenamen. Om mee te beginnen een Akrapovic uitlaat. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan qua prestaties, al is hij 4 kilo lichter. Maar luister eens even hoe die 2 liter TFSI klinkt. En wat hebben we nog meer? Nou, wat dacht je van semi-slicks, Michelin Pilot Sport Cup 2. Dat zijn wat mij betreft zo'n beetje de beste banden die je momenteel onder een auto kunt krijgen. Tuurlijk, ze zitten niet standaard op je Golf R, je zult er flink voor moeten bijlappen. Daarbij nog zet je raceremmen. En die combinatie maakt dat deze Golf R een van de allerbeste remmende auto's waar ik ooit in heb gereden. Dus er is stopkracht zonder einde, er is acceleratievermogen zonder einde. Niet te zuinig. En dat is ook altijd een beetje de kracht geweest van de Volkswagen Golf R. Het is net als een broertje, de GTI, niet per se de meest dynamische auto. In die zin dat de achterkant van deze Golf R ook aan het asfalt vastgelijmd lijkt te zitten. Dus geen uitbrekende achterkant, geen wilde drifts. Maar alleen maar grip, 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 tractie en nog meer grip. Het is gewoon een kwestie van op de rem gaan staan, insturen en dom op het gas gaan staan. Dan voel je hoe het
vierwielaandrijvingssysteem primair het vermogen naar de vooras stuurt. En zo gauw die overbelast raakt, klapt die Haldex-koppeling dicht en dan gaat de rest van het vermogen naar de achteras. DSG-bak, splinternieuw, kan tegenwoordig meer dan 400 Nm koppelen aan. En dat betekent dat je in tegenstelling tot voorheen, juist met de automaat, meer vermogen hebt dan met de handbak. Die motor is zo sterk geworden dat hij de handbak compleet in gruzelementen trekt als die boven de 400 Nm gaat. Zet er een chipje in en die 0 tot 100 tijd zou zomaar eens naar de 4 seconden kunnen gaan. Ja, sta je dan met je achterwiel aangedreven Porsche bij het stoplicht? No way dat je hem bijhoudt. Deze Volkswagen Golf R gaat echt als de brandweer. Ja, en als we het dan toch over hulpdiensten hebben. Ik vernam dat de Nederlandse politie momenteel op zoek is naar een nieuwe vloot. Deze Volkswagen Golf is namelijk ook als Golf variant. Dus als ik een voorstel mag doen aan de heren agenten. Schaf lekker een vloot Volkswagen Golf R variant aan. Doe er die semi-slicks van Michelin onder. Kies voor de raceremmetjes. Heb je een auto die helaas wel een beetje aan de dure kant is, 55.000 euro vanaf. En die opties die kosten ook allemaal nog een paar duizend euro erbij. Maar als ik een crimineel zou zijn die zo'n apparaat in de binnenspiegel had, jongen, ik zou niet eens meer proberen te vluchten. Kansloos ben je.